Hey, wat super leuk dat je kijkt naar deze spiksplinter nieuwe Bridgestone DIY video. In deze DIY video ga ik jou uitleggen hoe je aan de hand van het Fleur Rope patroon van Mood een super toffe kimono kunt maken. Alright, allereerst de benodigdheden. Wat heb je nu eigenlijk nodig om zo'n toffe kimono te kunnen maken? Allereerst natuurlijk een stofschaar. Speldjes om het patroon vast te pinnen op de stof. Wij gebruiken viscose. Viscose kan nogal bewegen. Dus zorg ervoor dat je genoeg speldjes hebt. Zodat je echt het patroon goed vast kunt maken op de stof. En niet allemaal happen uit je patroon hebt dadelijk. Daarnaast raad ik je aan, mede omdat viscose zo bewegelijk is, om een zoommaatje te gebruiken. We maken meerdere zomen in deze DIY. Aan de mouwen en aan het uiteinde van de kimono. Dus pak een zoommaatje als je die hebt. Sowieso is het echt wel een must in de naaidoos, als je het mij vraagt, omdat die echt gewoon super handig is en eigenlijk altijd van pas komt. Daarnaast een meetlint. We gaan het patroon hacken, dus aanpassen. En dat betekent dat we ook wel even een meetlint nodig hebben om bepaalde aanpassingen uit te kunnen voeren. Daarnaast natuurlijk het patroon. Ik heb hier even het uitgeknipte mouwpatroon. Het is een PDF-patroon. Die kun je gewoon gratis downloaden. Echt super tof. Mood heeft ongelooflijk veel gratis DIY-patronen. Dus kijk vooral even daar als je graag iets wil maken, maar niet zo'n heel erg budget hebt. Of net als ik gewoon graag gratis patronen maakt. Wij zijn bij Bridgestone natuurlijk fan van alles wat goedkoop en gratis is. Dus daarom gebruiken we graag gratis patronen om jou te kunnen laten zien wat voor toffe dingen je daar eigenlijk allemaal mee kunt. Dit is dus een PDF-patroon wat je zelf thuis uitprint. Dan plak je hem in elkaar en daarna knip je hem uit de juiste maat. Dat heb ik alvast even gedaan. En ik heb dus een mouw, een voor-achterpand en de strook voor langs de bovenkant. En het signatuur, dus de belt. Die zit er allemaal bij. En je hebt ook nog een zak, maar die laten wij even deze keer achterwege. En wat ik heb gedaan is, ik heb niet het volledige voor- en achterpand in elkaar geplakt. Wel uitgeprint, maar niet volledig in elkaar geplakt. Dus je hoeft hem ook niet, eigenlijk niet uit te printen. Als je hem net als ik wat korter wil gaan maken. Het normale patroon voor deze is vrij lang. En ik vind een kimono het tofst als die wat korter is. Je mag hem natuurlijk helemaal zelf op lengte maken. Je kunt hem helemaal op de grond maken als je dat tof zou vinden. Voor op het strand. Je kunt er splitjes in maken als je dat tof vindt. Maar wij gaan in deze voor de korte en makkelijke variant van de kimono. Dus ik heb ook niet het volledige patroon in elkaar gezet. Maar over het patroon zometeen meer. En als laatste natuurlijk viscose. Tenminste, wij gebruiken viscose, maar je kunt eigenlijk heel veel soorten stoffen gebruiken. Voor een kimono raad ik je aan om een stof te gebruiken die wat soepeler valt. Dus ga voor een crepe of voor een chiffon. Dan schijnt hij wel heel erg door. Dus dat kun je doen als je dat leuk vindt. Maar viscose is top. Katoen is wat stijfjes. Dus ja. Uiteindelijk kom ik altijd bij viscose terecht. En gelukkig hebben we bij Bridgestone natuurlijk super veel toffe printjes daarin. Deze vonden wij heel erg passen bij echt die kimono vibe. Een beetje bij de Ibiza vibe. Dus daarom zijn wij voor deze gegaan. Maar je kunt natuurlijk het in iedere mogelijke stof maken die jij zelf tof vindt. Dan gaan we door naar het aanpassen van het patroon. Alright, zoals ik al aangaf, heb ik ervoor gekozen om best wel wat pattern hacks uit te gaan voeren op dit patroon. Ik hoop dus dat je het allemaal goed kunt volgen. En je hoeft het natuurlijk totaal niet te doen wat ik allemaal ga uitspoken met dit patroon. Je kunt hem ook gewoon maken zoals die is. Maar ik vind het super leuk om een beetje aan te kunnen passen. Echt een beetje die kimono vibe te kunnen krijgen. Het is namelijk een patroon die vrij lang is. Het heeft echt een ceintuur en een zak. Dus eigenlijk lijkt het bijna op een badjas. Maar ik vind het tof om een wat wijdere mouw te geven, om wat korter te maken, om op die manier er een hele andere look en feel aan te geven. Dus ja, nogmaals, doe wat jij zelf leuk vindt om te doen. Je kunt bijvoorbeeld de mouw normaal houden, dan is die wat strakker. Je kunt de mouw nog wijder maken, je kunt hem langer maken, je kunt hem korter maken. Je kunt eigenlijk alle kanten mee op. Ik ga jou nu uitleggen wat ik eraan ga veranderen, zodat je zelf kunt bepalen wat je zelf ook wilt veranderen. Eén ding even belangrijk om te benoemen. Dat is misschien iets wat je nog nooit hebt meegemaakt. Ik weet niet of je al vaker hebt gewerkt met bijvoorbeeld PDF-patronen of patronen van Mood. Ik persoonlijk nog niet. Dit is mijn allereerste. En wat mij opvalt is dat het voor- en het achterpand op hetzelfde pand wil zitten. Dat is super makkelijk natuurlijk, omdat je veel minder patroonpapier hoeft uit te printen. Tenminste, veel minder papier hoeft uit te printen. Maar het kan ook onhandig zijn als je bijvoorbeeld werkt met een stof waar nog maar heel weinig van is. En je een beetje gaat passen en meten om nog net die ene kimono eruit te prullen. Dan kan het onhandig zijn dat je niet gewoon allebei je patroondelen in één keer op de stof kunt leggen.
Wat je kunt doen met zo'n patroondeel waar een voor- en achterpand in één zitten, is eigenlijk twee dingen. Namelijk, of je moet eerst het achterpand uitknippen, dan knip je daarna de strook, dus deze strook ervan af en dan knip je daarna het voorpand uit. Of je pakt even een patroonpapiertje en je tekent daar het voorpatroon over. Zodat je zeker weet dat je ze naast elkaar kunt leggen en dat die dus gewoon perfect uit de stof gaat. Ook handig als je bijvoorbeeld een patroon gaat laten overlopen. Of als het gewoon dus makkelijker is om allebei de panden in één keer naast elkaar te leggen. Ik kies er gewoon voor om even het pandeel zo te houden. Maar daar ga jij voor de rest niks meer van merken. Dan de aanpassingen. Wat ik ga doen is ik ga het pandeel. Ik had hem sowieso dus al niet helemaal overgenomen. Want hij is echt heel erg lang. Ga ik verkorten. Hoe doe ik dat? Ik pak mijn meetlint en ik meet van onder mijn oksel tot de lengte waarop ik hem wil hebben. Ik wil hem ongeveer hebben. Doe dit dus niet zittend, maar ga even voor een spiegel staan en meet hem dan op. Ik ben op dit moment heel even lui, dus ik doe het even zo. Ik kom dan ongeveer op 45 centimeter. Dat is voor mij vanaf het punt dat ongeveer mijn heup. En ik vind het mooi als die net een beetje over mijn buik heen valt. Vind ik ook tof staan. Dus dat is de lengte die ik ga maken. En dan heb ik dus 45 centimeter opgemeten. En dan ga ik vanaf de oksel tot hier 45 centimeter uitmeten. En op dat punt trek ik een lijn en maak ik dus als het ware een nieuwe zoom. En dat is ook waar ik hem afknip. Het patroon, dan is dat dus mijn patroonpand. Handig dus als je dat nog doet voordat je mogelijk het voorpatroon even gaat overtekenen op patroonpapier. Dan weet je gewoon zeker dat allebei de panddelen dezelfde lengte hebben. Hoef je ook niet daarmee te stoeien. Daarna ga ik de mouw. Zoals je ziet is de mouw, tenminste bij mij is een kimono, hoe ik hem in mijn hoofd heb, heeft hij altijd best wel een wijde mooie mouw. En deze mouw is vrij ja, recht toe. Gaat vrij nauw. Dus persoonlijk wil ik de mouw graag iets wijder maken. Ik doe dat gewoon door hem op de stof wat wijder uit te knippen. Dus ik leg hem gewoon op de stof zo. En dan in plaats van dat ik hem hier strak langs knip, knip ik hem gewoon hier zo woep, naar beneden. En dan maak ik een wat wijdere mouw. Als je dat nou onhandig vindt of ingewikkeld, neem hem dan even over patroonpapier, jouw mouw. En teken hem dan wat wijder. Knip hem overnieuw uit en leg hem dan op de stof. Dan weet je zeker dat je niet per ongeluk toch, is mij al een paar keer overkomen, de smalle mouw uitknipt in plaats van de wijde mouw die je eigenlijk zou willen. En nogmaals, als jij bijvoorbeeld een stof hebt waar nog maar heel weinig van is, is het wel zo fijn om er zeker van te weten dat je de mouw ook op de juiste manier uitknipt. Dus ja, dan nog het laatste voor de mouw. Je kunt natuurlijk ook de lengte van de mouw aanpassen. Misschien wil je een hele korte mouw, wil je een hele lange mouw, wil je dat hij nog een half meter onderaan je arm bungelt. Dat mag allemaal, kan allemaal. Dus zorg dan ook even voor dat je op dit punt, even vanaf je schouder tot de plek waar je je mouw wil laten lopen. Dus laat dan even je arm hangen en meet hem even op netjes voor een spiegel. Of laat iemand anders hem even opmeten als je dat makkelijker vindt. En vertaal dat dan even naar deze lijn. En meet hem door en maak een nieuwe zoomlijn. Als je nou denkt, help, hoe doe ik dat? Dat die lijn verlengen. Je meet gewoon op deze lange lijn even, meet je hem door. Dan meet je op wat het verschil ertussen is. Dat vertaal je naar de rest van de zoomlijn. En dan teken je gewoon een nieuwe lijn door. En is die gewoon recht, is die gewoon mooi, past die perfect. Dus ja, vergeet dat niet te doen. Dan, als je al die aanpassingen hebt gedaan en je hebt dus weet precies hoe je je patroonheden gaat uitknippen, dan kun je ze op de stof leggen, goed vastspelden en uit de stof gaan knippen. Belangrijk is daarbij dat je even bij de onderkant van de kimono en bij de onderkant van de mouw 3 cm zoomwaarde aanknipt. Je kunt nog een bredere zoom maken, nog een smallere zoom. Ik kies voor 3 cm. En dat je natuurlijk rondom het patroon even 1 cm naadwaarde aanknipt. Alright, ik heb alle patronen uitgeknipt en ik kwam langs twee dingen. Ik liep tegen twee dingen aan die ik graag even met je bespreek, omdat jij er wellicht ook wat aan hebt op de manier hoe ik het heb opgelost. Op het patroondeel van de belt, dat is degene met de V hier aan de onderkant, staat namelijk aan de bovenkant cut on the fold. Oftewel, leg op de vouw en knip hem dan uit dat je één lang patroondeel hebt uit de stof. Nu vind ik het niet zo erg als er een naadje aan de achterkant zit. Het zit toch op je rug. En met zo'n flink patroon valt dat niet zo heel erg op. Dus wat ik heb gedaan is, ik heb dat niet gedaan. En ik heb gewoon aan de bovenkant 1 cm extra naadwaarde aangeknipt. Om zo meteen aan elkaar te zetten. Dat scheelt je best wel veel stof. Want je anders best wel moet gaan handelen met je stof. En ik vind dit ja wel beginner proof. En het is eigenlijk net zo makkelijk. En ik doe daar niet zo moeilijk over. Dus
tip van mij, als jij het ook niet zo erg vindt om een naartje aan de achterkant te hebben, leg hem er dan gewoon op en knip hem rondom uit. Daarnaast maken we natuurlijk een strook langs de halslijn. Die strook langs de halslijn die is op de lengte gemaakt van de lengte van het oorspronkelijke patroon. Nu heb ik die van mij verkort en dat betekent dat de oorspronkelijke lengte van dus die strook ook veel te lang is voor het nieuwe patroon wat ik heb gemaakt. Dat kun je uitmeten. Je kunt ook grof schatten en een deel wegknippen. Dan heb je gewoon een stuk over. Dat knip je dan straks af als je hem eraan hebt gezet. Mocht ze het echt precies willen uitmeten, dan doe je het volgende. Je meet langs de voorkant van het voorpand op. Dus langs de halslijn van het voorpand. Je meet de halslijn van het achterpand. Dat halslijn van het achterpand doe je gedeeld door 2. En die ene, dus die helft, tel je op bij de voorkant. Dan heb je een halve strook. En het patroondeel is een halve strook. Dus dan meet je die lengte een beetje uit op het patroondeel. Knip je het overtollige stukje van af. Zorg ervoor dat je even wat extra naadwaarde aanknipt bovenaan en zo'n waarde onderaan. En dan heb je hem eigenlijk perfect passend zitten. Dat wat betreft alle patroondelen die ik op de stof heb uitgeknipt. Nu ga ik de schoudernaden aan elkaar zetten. En ik zorg ervoor dat ik die strook die langs de halslijn gaat ook aan de bovenkant aan elkaar gaan maken. En die strijk ik daarna meteen even dubbel. Dus die vouw ik dubbel met de slechte kanten op elkaar. Dus op deze manier. En dan strijk ik hem mooi plat. Zodat ik hem er zo meteen heel makkelijk kan aanspelden. Ben ik zo bij jullie terug als ik dat heb gedaan. En dan gaan we verder met het aanzetten van die rand aan de bovenkant. Alright, ik heb nu de dubbel gevouwen halsbies. Die is het ook aan elkaar gemaakt en die is netjes even afgelokt. Daarnaast heb ik de schoudernaden aangezet, heb ik deze naden afgelokt. En heb ik door deze punten even tegen elkaar aan te leggen, dus de schoudernaden even tegen elkaar aan te leggen, het middenpunt van het achterpand bepaald. Nu ik dat heb gedaan, pak ik de halsbies met die naad. De naad is namelijk het middenpunt. En die naad leg ik op het middenpunt van het achterpand. En dat zet ik vast. Vervolgens pak je nog een paar speldjes en ga je helemaal langs die halslijn op, die je dus net hebt afgelokt, dat die halsbies vastspelden. En die ga je dan zo meteen ook vaststikken. Belangrijk met dat vaststikken is dat je het even met een naaimachine doet. Daarom heb ik ook eerst mijn panden afgelokt, zodat ik dat zo meteen niet meer hoef te doen. Want zo'n halsbies is natuurlijk een fragiel iets. Dat kan zo zijn dat het niet in één keer helemaal perfect zit. En dan kun je hem nog netjes even uithalen en dan kun je hem nog overnieuw doen. Dus stik hem eerst vast. Als je hem nog niet hebt afgelokt, kun je hem daarna nog aflokken. Daarnaast raad ik je aan om, als je dit gedaan hebt, dan zit hij dus vast, om dan even de naden onder het voorpand, onder het achterpand te leggen, dus onder het pand. En hem even netjes topstitching door te stikken. Dat zorgt er namelijk voor en dat het er mooi uitziet, dat hij vlak zit. Maar ook dat die halsbies zometeen mooi plat blijft liggen op de plek waar die moet. Dus dat hij mooi rondom je hals blijft zitten en dat hij niet gaat terugvouwen op deze manier. En als je in één keer een lelijk blokstiksel ziet. Dus je speelt hem netjes even vast, dan stik je hem door, dan strijk je hem om, zodat hij naad netjes onder het panddeel komt te liggen. En dan topstitch je hem door, netjes smal op de kant. Doe dat even met een, ja, je mag zelf kiezen of je misschien een blauw garen wil of een roze garen of weet ik welke kleur stofje gebruikt en welke kleur garen daarbij past. In mijn geval kies ik er dus voor om het even met een rood-oranje garen te doen, zodat het ook zo min mogelijk zichtbaar is, want dat vind ik wel het mooist. Alright, ik heb nu de halsbies aangezet. Hier zit hij. Ik heb hem daarna netjes doorgestikt. Nu zie je dus dat hij mooi vast zit en dat hij dus eigenlijk zo meteen geen kant op kan en niet in één keer heel erg kan gaan omklappen als je hem gaat dragen. Vervolgens heb ik de armsgaten afgelokt en heb ik ook de zijnaad van de armen dichtgestikt. Dat heb ik ook gedaan met een mouw. Ik heb de naden dichtgestikt zodat er een mouw ontstaat en ik heb de mouwkop helemaal afgelokt. Wat we vervolgens gaan doen is we bepalen het middenpunt van de kop van de mouw. En dat doen we door hier die naad netjes op elkaar te leggen. Zoals je nu ziet zit die dus op elkaar. En dan gaan we naar de punt waar de vouw zit. En dat is dus de bovenkant van de mouw. Dus oftewel de mouwkop. Dan zetten we even een speldje. Bij sommige mouwen heb je een duidelijke voor- en een achterkant. Dan heeft de achterkant meer een bolling. Dat is namelijk omdat je eigenlijk natuurlijk een schouder in moet en je moet kunnen bewegen. En dan is de voorkant smaller. Zoals je hier ziet zijn allebei de kanten hetzelfde. Wat betekent dat het dus niet uitmaakt of je de ene mouw in de linker of in de rechter armsgat zet. We doen hetzelfde, namelijk dat middenpunt bepalen, ook even met het armsgat. Zoals je al ziet als ik dit doe, dan blijkt dus de schoudernaad het middenpunt te zijn en hier het andere punt. Dus dan hoef je hem niet per definitie te markeren. Wat je dan vervolgens doet is je pakt de naad bij de mouw, dus de ondernaad bij de mouw. En die match je met de zijnaad van
je bloesje zo aan elkaar. En dan vervolgens match je ook de mouwkop met de schoudernaad van de kimono. Op deze manier. En zoals je ziet heb je dan dus op twee punten de mouw vastgespeld. En dit zorgt ervoor dat je hem nu heel evenredig zo in elkaar kunt gaan spelden. Let erop dat je de mouw altijd even eerst in elkaar spelt. Want soms is een mouw best een beetje een priegelwerkje om er helemaal mooi en strak in te krijgen. Als je het patroon perfect hebt uitgeknipt, gaat het altijd iets makkelijker dan dat je hem stroever hebt iets minder perfect hebt uitgeknipt. Maar met viscose is natuurlijk het uitknippen gewoon best wel een beetje een priegelwerk en best wel lastig. Dus zorg ervoor dat je eerst gewoon even je mouw erin spelt. En dat je daarna pas gaat stikken. Dat voorkomt gewoon dat je er hobbels en bobbels en plooien en dingen in krijgt. Die je er eigenlijk niet meer, ja, die gewoon niet zo mooi staan. Ik ben inmiddels bijna bij het einde gekomen. Laatste speldje. En nu zie je, mijn mouw zit vast. Dit doe je aan twee kanten. En daarna stik je die mouw door. Vervolgens gaan we de zoom afwerken. En dat doen we door langs de hele rand. Nog even een belangrijk ding. Ik heb hier dus even de stof afgeknipt. Dus dat overtollige stuk wat ik had van de halspiece. Ik raad je aan om hem eerst even één keer met een centimetertje om te strijken. Zorg ervoor dat je bij het afwerken van zomen, zeker met viscose, goed je strijkbout gebruikt. Want dat zorgt er gewoon voor dat het echt veel makkelijker wordt en veel netter. Je vouwt hem eerst 1 centimeter om. Daarna vouw je hem 2 centimeter om. Dan krijg je dus een mooie nette afgewerkte zoom. En gebruik je hierbij even je zoommaatje om dus er zeker van te zijn dat hij dus netjes zit. Kijk, je kunt hier bijvoorbeeld die 2 centimeter er dan netjes naast houden overal. En dan weet je perfect zeker dat hij goed zit. Dat doe je ook meteen met de armen. En dan is eigenlijk de basis van je kimono af en zit hij gewoon in elkaar. Alright, de basis van de kimono zit nu helemaal in elkaar. Dus wil jij geen ceintuurtje om je taille aan te kunnen snoeren en wil je gewoon lekker een flowy kimono, dan ben je helemaal klaar inmiddels. En dan kun je gewoon doorskippen naar het einde van deze video. Wil jij nu wel een ceintuurtje, die wordt natuurlijk ook gewoon bij het patroon bijgeleverd, dan is deze stap nog even goed om naar te kijken. Het ceintuur, dat is degene met deze prachtige punt aan het einde. Dat zorgt echt voor een heel mooi detail in de afwerking. Deze heb ik dus persoonlijk in twee losse delen geknipt. Heb jij dat ook? Dan is het dus belangrijk dat je even deze aan elkaar vaststikt. Dus de uiteindes, dus de korte uiteindes. Daarna vouw je het ceintuur met de goede kanten op elkaar. Dus netjes die punt goed leggen en dan zit hij dus zo. Dan stik je hem hier helemaal door. Dus je stikt hem gewoon door. Hou dan even bij het aanhechtingspunt, bij het midden, een openingetje open. Zodat je hem helemaal kunt keren. Daarna kun je hem goed plat strijken en kun je de opening weer doorstikken. Als je dat niet zo mooi vindt dat je enkel daar een doorstikje ziet, kun je ervoor kiezen om het hele ceintuur door te stikken. Dus helemaal aan de bovenkant een stiksel te geven. Dat hij ook gewoon netjes recht blijft zitten. Of je stikt hem even met de hand gewoon dicht. Alright, dan is de laatste vraag nog. Als je dus een riempje hebt gemaakt, wil je hem dan ook nog in je taille vastzetten als het ware. Door er lusjes te maken waar je hem doorheen kunt halen. Dat hij dus niet iedere keer van boven of naar beneden glijdt. Zo ja, dan maak je nog een belt loops. Dus dan maak je nog lusjes. Zo nee, dan was dit de laatste stap. Dan kun je door naar het einde van de video. Zo ja, dus dan ga ik je nu even uitleggen hoe je dan dus die lusjes kunt maken. Je knipt een strook stof. Ik raad je aan om een lange strook te knippen waar je de 2 lussen uit kunt halen. Of 4 of hoeveel je dan ook zou willen. Of 3 zou je kunnen doen, doe nog 1 in het midden achter. Ik ga in dit geval voor 2 omdat ik even het hele plaatje aan jullie wil laten zien in deze video. Dan raad ik je aan dus om een lange strook te knippen waar precies die 2 uit kunnen. En ietsje extra zodat je de uiteinde waar het net niet helemaal lekker aan hecht. Omdat het natuurlijk zo smal is, vaak niet hoeft te gebruiken. Dan maak je dus een strook en de breedte van die strook is afhankelijk van de breedte waarop jij je lusjes wil. Wil je nou lusjes van 1 cm breed, dan doe je dat keer 4. Je doet altijd de breedte van je lusjes keer 4, want je vouwt hem aan allebei de kanten naar binnen, zodat de naden aan de binnenkant sluiten en daarna vouw je hem dubbel. Daar komt nu close-up beeld van in beeld, zodat je precies kunt zien wat ik nou eigenlijk aan het uitleggen ben. Dat kan best wel vaag klinken. En ik raad je dus aan om een lange strook te doen waar ze allebei uit kunnen. Om ervoor te zorgen dat je een klein beetje rek kunt geven aan de strook. Op het moment dat je stikt, want dan krijg je dus die lijn wat strakker en wat netter. Tenminste, vind ik. Omdat je natuurlijk met viscose werkt, de viscose best wel flubberig.
dat als ik er dan net een klein beetje rek aan geef, en dat gaat makkelijker als de strook wat langer is, dan lukt het vaak net iets beter. Dus dat raad ik je aan. Daarna kun je dus vervolgens gewoon de lengte van de beltloops die je nodig hebt hier uithalen. Dus dan knip je hem gewoon door midden of dan knip je er bijvoorbeeld 5 centimeter en 5 centimeter vanaf. En die stik je dan in je zijnaad precies op de hoogte waar jij graag wil dat de riem gaat zitten. Dat is helemaal vrij interpretabel hoe je dat wilt. Je kunt je taille kiezen, je kunt lager kiezen, je kunt eigenlijk alle kanten ermee op. Dat ga ik nu even doen. Dus ik ga de riem maken, dan leg ik ze dubbel, steek ik ze door en ik ga de beltloops vastzetten op de kimono. Dan zie je zo het aanshot en ben ik daarna weer bij je terug. En dat betekent dat we van een rope patroon, oftewel eigenlijk meer een badjas patroon, gewoon een kimono hebben gemaakt. Ik heb er dus helemaal bij de mouwen aan en dat vind ik helemaal leuk, dus daar ben ik heel blij mee. Super tof dus dat je van een patroon wat er eigenlijk niet voor is bedoeld, wel iets heel anders kunt maken als je gewoon een beetje creativiteit hebt en er doorheen kijkt door de standaard materialen die worden gebruikt. Dus zo hebben wij van dit Fleur Rope patroon nu dus gewoon een kimono gemaakt. Ik ben super benieuwd wat jij van deze DIY video vond. Of jij zelf ook deze pattern hack gaat uitvoeren. En van welke stof jij je kimono dan gaat maken. Heb jij dus de kimono ook gemaakt? Of heb je misschien al met mij meegenaaid en zit die gewoon al in elkaar? Dan zou ik het super leuk vinden om jouw foto te zien van jouw eindresultaat. Of een videootje of wat je er ook mee van wil maken. Het lijkt mij gewoon super tof om jouw eindresultaat te zien. Tag ons met @budgetstoffen op social. Stuur ons een mailtje naar info@budgetstoffen.nl. Al die kanalen zijn trouwens ook perfect geschikt om je vragen te stellen. Als je ergens tegenaan loopt, dan helpen we je graag. Dat mag ook altijd hier in de reacties. Sowieso vind ik het altijd leuk om te lezen wat jullie van deze DIY vonden. En of die zelf ook op jouw sewing list terecht is gekomen, DIY. Dan rest mij niet meer dan te zeggen, maak er wat moois van. En ik hoop je graag te zien in de volgende DIY video. Doeg!